Welkom iedereen bij een nieuwe video van FIFA 17, de Squad Builder Challenge. In het buitenland spelen is de Squad Builder. We kregen hiervoor 5000 munten en 1 zelfstandig spelerspakket, volgens mij. Als ik die rond kan komen. Jazeker, 1 zelfstandig spelerspakket. Hier is Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje. Italië speelt 3, Acacia en B exact 0. Exact 5 competities en 4 uit hetzelfde land. Maximaal een rating van 79. Oké, Italiaanse spelers moeten we zoeken. Mag niet uit Italië komen. Dat wordt lastig, dat wordt hem niet. Heb ik enige Italiaanse spelers die niet uit Italië komen. Sasa, dat is een goede shout. Hi. Borini. Sasa daar. Borini rechts. En hij CV. Teamfeest 100. Hier even kijken de Premier League. Sunderland of West Ham. Allebei heb ik niet. Dus Engelse puntchen. Van. Kijk, hoe Darmian is ook wel nice. Als ik hoe duur is Darmian? Hoppa. Want als dat doe, dan kan ik switchen. Zo. Hij zal wel duur zijn, dat dacht ik al. Ik ga niet 3k voor betalen, dus dat wordt hem niet. Italië. Nee, hier komt zelfs mijn club. Fast quest, maar dat is in vorm, doe ik me niet aan. Maar dat is wel een goede shout. Fast guess. 4K. Of Matta. Eerst kijken als dit lukt. We hebben 1, 2, 3 leaks. Moet exact 5. Lucas aan de deur. Nee, niet transfermarkt. Ook geen concert, mijn club. Oh. Dat is nice. Hier kan je ook Frans. Hop. En hier leek een. Thomas. Er moet nog 1 leek bij komen, volgens mij, ja. En dan moet ik een Frans.
Bundesliga. Een Frans doelman. Zo, dit wordt hem niet. Lastig. Italië, mijn club. Sasa, die keepertje, wat staat hij? Mijn nonne. Nee, de rest niet. Oké, dan gaan we kijken. Mijn nonne daar. Rusland hier. Rechts. Daar, oké. Gaan we kijken hier. Ook een Italiaan Alex. Maar die niet uit Italië komt. Nee. Ook Bonna, dat is nice. Even meerdere opties kijken. Deze nog beter. Nee, niet deze. Deze. Brunera. Even kijken of dit werkt. Rechtsachter van Liga Santander. Niet een transfer wat naar mijn club. Fiasco, ideaal. Zo. Hoe is dus ook bom, hè? 3K, dat is beter. En dan gaan we links achter. Kijk eens. Concept. Montreal kijken. Hup. Moreno. We hebben nu 1, 2, 3 links. We moeten een Spaanse linksmids. Dat is 4 en een Spaanse kam en dat is 5 en nu alleen de rating nog. Torres, dat doet hij maar. Torres en een spits ook Spaans.
Lorente. Ik heb een rating net niet. We hebben te veel Spaans, hè. Oké, dan gaan we het zo doen. Hier Liganos. Katero hier, hup. En spits. Moet een spits die boven de 80 is. Dat kan. Of. Middenvelder. Maar even naar een club kijken. Zo, dat kan. Bas los daar. En dat zal dit voldoende moeten zijn als ik die twee spelers koop. Dat doe ik zo meteen even. Nou, dat kan ik natuurlijk nu al doen. 2,4. Hoppa. Ik koop hem gewoon. Ik heb geen zin om te wachten en te snipen. Ik kom net thuis van werk. Nou, 2000, rond de 2000 moet goed zijn. Hoppa. Is deze net niet? Maar dat maakt niet uit. Kunnen we deze of die andere mogen doen? Dan doen we deze omhoog. Hebben we genoeg teamgeest? Nou, op doel is Manone. Rechtsachter is Pacheco. Of ja, hoe je uitspreekt. Pochetti en Ogbonna als verdedigers. Monreal linksachter. Rechtsmid Cersei. Samaras als centrumid. Morales linksmid. Twee kamps zijn Cantero en Torres. En Dost in de spits. Hier krijg je 1000 coins. En Jumbo gehad. Ket. Wow. Sorry voor dat gesprek. Is dat klaar? Gaan we naar Frankrijk. Exact hetzelfde, alleen team rating is 80. Dan gaan we kijken. Dus die krijgen 3k coins. Frankrijk. Die niet. Oh, dat is een stuk makkelijker. Zoals je ziet. Die. En die. Boom. Oh, en te lasten niet. Haha. Sorry, dat is mijn fout. En Niang. Dan gaan we kijken of hij in de Bundesliga zit. Dat is hij, een Gladbach. En de keeper van Duitsland is Adler. Yo, die heeft genoeg chemistry. We mag nog een Duitser hebben, maar dat willen we niet. We willen een Braziliaan.
Want dan mag je hetzelfde land mag maximaal 3 hebben. En maximaal 4 uit dezelfde competitie. Oeh, dat betekent dit. Die kan. Dat hoeft niet. Spits, Serie A. Oh, Serie A heb ik al lang terug. Calcio A. Spits. AC Milan. Dat hoeft niet. Oké, dat gaan we niet doen. Immobile. Kan. Parolo. Een rechtsmid. Nee, dat hoeft niet per se. Kijken wat dat. Premier League, linksachtig. Davies. Dat kan niet. Oké. Hebben we 3 Fransen? Ja, ook al. Lucas Santander, Danilo. En rechtsmid Perez. We krijgen niet de chemistry ervoor. We gaan iets anders doen. We kijken wat we hebben in de rechtsachter positie. Even kijken. Hi. En hi. Hi. En hi. Hoppa. Dan rechts mid. Nee. Dat kan misschien wel. Als dat niet werkt. Dat. Gaan we kijken links. Dit is zo lastig. Je moet eigenlijk. Je mag 3 nationaliteit hebben. Dat betekent. Oeh, dat. Dat betekent een Duitser of een. Ik moet een Duitser hebben, maar dan niet uit. Uit de Bundesliga. Werk is ideaal. En Italiaan in Turkije. Dat denk ik niet. Dus ik ga kijken als de Duits. Recht achter geen Bundesliga is. Nou, dat is niks. Een Duits linksachter dan. Oké, een Italiaan. Uit de Super League. Is er niets Italiaan in de League 1 behalve Verratti. Helaas. Oké, dan gaan we. Gaan we iets anders doen.
Deze weg. Gaan we een koele doen. En hier gaan we. Ding niet doen, want waarom? Omdat het zo uitkomt en deze gaan we weg doen. Ze hebben toch Comest 3, dus we gaan hier Premier League doen. Hoppa. Dus voor mij is dat klaar. Als het goed is. Fernando. Rechts meer Saha. Kunnen we ook gelijk Tim erin doen? Dat is beter en dan kan we. Oh wacht, als al dan maximum. Oeh, dat is. Dat is 4. Hier een Braziliaan. Als dat zal dit werken, zou je denken, maar de rating is ook niet hoog genoeg. En als het concept doe. Ik heb Firmino. Damn it. Dat kan niet. Zal dit moeten lukken, alhoewel, ja dat moet naar Strijker toe. Oh, dat kan ook niet. Ah. Nee, dat gaat hem zo en zo niet worden zo. Dat is sowieso, dat moet, dat, dit hoort zo. Oké, dan hebben we 2-4 uit dezelfde competitie. En hier moet een goede lint naast elkaar hebben. Die niet. Ik zal kijken wat er in de Oekraïne is. Centraal mid. Oeh. Tyson. En waar zit die? Wel 80, maar chemistry is niet goed. Ah. Ik weet al wat ik moet doen, denk ik. Een Duitser kan ik nog doen. Een Duitser verdediger middenvelder. Het is nog een doel.
Middenvelder. Deze. Nou, dracht dat ik wil houden. Als dan moet, doe ik Draxler. En een Braziliaan in de Super League. Zal dit werken? Het is wel chemistry. Hier krijg je 1, daar krijg je ook 1. Ik krijg er 3 bij. Oeh.
Nou, gaan we kijken wat ik kan doen. Sorry voor stilte eventueel. Wat dit wat lastig. Dat is omhoog. Een Duitse doelman omhoog. Doelman, Vaalman, even kijken als het kan. Dat kan, dat is klaar. Maximaal 3. Exact 3. We moeten nog een Frans hebben. Dat maakt niet uit. Waar zit die? Ik ben echt aan het concentreren, joh. Welke is het? Nee, deze is. Dan zag ik goed en dan moet alleen nog dat rest kopen. Oh, deze gaat, krijgt een 3 omhoog, dat scheelt. CVM naar CM. Die ja, die zag ik. Boom, plus 2 krijgt hij. Dan heb je precies 100 en dan zal ik de rest even kopen. Paarman. $3200, ideaal. Hup, alsjeblieft. Kan we rechts achter. Skilotto. $1400. Nou, doe maar 22 dan alsjeblieft. Dankjewel. Op. Wat? Krijg je nog... chemistry af. Dat is jammer. We kunnen nog 2 spelers lager doen. 3600. Hij gaat rond deze prijs, dus ik pak deze 3400 wel. En een spits Kane, ik hoop dat het niet duur is, en dat is wel, helaas. En laten we hopen dat het werkt. Dus 1. Moet dit plus 3 komen? Nee, deze heeft geen... Oh, shit. Wat kan men dan meer doen dan dat? Een spits van Liganos van Sporting Concept. Dat krijg je heel 100, maar als ik Kane daar neerzet. Het zou moeten werken. Laten we hopen dat het gaat werken. Dus waarom is Bastos... Ja, dacht ik al. Dacht. Dankjewel. Hup, 1400. Ja,
Dit moet zo voldoende zijn. Positiespel spits naar CA. City. CA naar spits. Met spits naar CA. Plus 4. Dan, als voor me is dit klaar. Nog steeds niet. Ik krijg er plus 4. Wacht, als dit... is aardig duur aan het worden. Ik mis gewoon 1. Chemistry. Boven is perfect link. Ik moet een perfect link hier hebben. Ah, dat is zo irritant. Dan krijg je niet 3 Fransen erbij. Wat kunnen we hier doen? Hier krijg je 1 en daar krijg je ook 1, dus dat is plus 2 krijg je hier en je hebt 99, je moet exact 10. Ai, ai, ai. En als ik deze hier doe, oeh, ik heb hem, perfect, ik heb hem, yes. Hoppa, Nakudu. Oh. Nou, prima. En dan is dit klaar. 3K en 1 prima goudpakket. 1 stelstam goudpakket. Dat is exact hetzelfde. 1 goud topspelerspakket. Hier krijg je Duitsers. Dat dit verdomde duur gaat worden. Mijn club. Drachten gaat erin, sowieso. Hoed gaat erin. En Mane. Drachten. Ja, dat is... dit zou moeten lukken. Nou, dit... ik wil gewoon gaan Rudiger hebben hier. Hoppa. In ieder geval, ik weet wat ik ga doen. Deze kant, BPL. Rechtsmid. Sunderland. Morini. Als kan, hè. Als het niet anders kan, dan doen we dat niet. Links de Serie A. Oh, we gaan te ver. AC Roma graag. Mario Rui. Of een Duitse keeper. Trap. Dat kan ook. Concept of Ter Stegen. Zo, en dan gaan we hier Serie A naartoe. Medel.
Dat is 3 en dan moet deze 4. Oké, dan moet hier ook AC Roma zijn. Oké, de Rossi. De Rossi. Is dat goed? Perfect. Dan ga hier andere league doen. Ja, wat hier van kijken. Het leek in. Kijk als dat kan. Kou. Welke Coutinho. En links mid Lemar. Als goed is deze het. Dit moet voldoende zijn. Ik moet best wel veel spelers kopen, maar dat maakt niet uit. Of ik moet. Als dat er maar geen inform is. Dit is de inform. Dus kan niet. Dus dat ik hier andere rechts mid heb. Nee, kunnen we nog lager. Sunderland. Dit is beter. Oké, eens kijken hoe alles duur het is. Ik vrees hem het ergste. We gaan wel de pakketjes openmaken. Hij direct. Best veel spelers kopen. Te steken. Dat links achter Rui. De Rossi. Nou pas. Even kopen. 2.1. 1800. 1700. En 1800. Ja, daar was ik al bang voor.
Leek een. Kan ik gewoon een. Dat kan. Vrees van niet. Sorry voor de lange. Monaco. Dat is alleen in vormpjes. Oké, dan gaan we iets anders doen. Of we links met hebben. Er mag geen Duitsers uit Duitsland komen. Vrij. Super leuk. Toekan. En dat kan. En dat is goed. Boom. Klaar. Ik hoef niet zoveel te kopen. Maar je krijgt 1000 coins. 1 gouden topspelerspakket. Dus dat is ook klaar. En nu de laatste. 1 megapakket krijg je hiervoor. Spaans. Die... Niet, ik had er gewoon, dankjewel. Ik ga kijken, de volgende Spaans. Drie uit hetzelfde land, drie uit dezelfde competitie, max. Betekent dat hier in West Ham moet gebeuren. Niet bellen, niet geen bellen erin weg doen. Kans, kom op. Nee, geen gessen. Kan sowieso niet. Oeh. Zag wat ik zag is een. Apeloa. Dat is 3 Spaans. En ik moet hier. Premier League, West Ham. Winston Reed zetten. Nee, dat wil ik al liefst niet, Alex. Hier ook West Ham. Is dat klaar? Spits uit de Serie A voor Napoli. Ik heb jullie niet. Boom. Ik moet nog 1 Spaans hebben. Maar. Is dat klaar? Dan moet ik hier een spa. Oeh, wacht. Spaans middenveld. Uit League 1. Die ken ik aan mijn hoofd. Is dat goed? League 1. Geen Spanje. Onder Luc Pic. Lyon. Chalet.
Motta. En dan moet dit een... uit Bundesliga. Castro. En linksachter moet uit de Bundes. Uit is maximaal 3 uit hetzelfde land. Welke. Wacht. Dan gaan we iets anders doen. Napoli. Links buiten. Moet dit voldoende zijn? We mogen nog zelfs een speler verwisselen. Riet. Die klaar. Ook Bonna. Rechtsachter Chalet. Nou, drie camera, gods. Hopen dat... Ja, ik moet een speler verkopen, 3100. Oeh, dat wordt een krappe. Motta. Zo rond de 2k. Ja, moeten we wat verkopen. Oh, wacht. Niet alleen dat. Ja, we moeten sowieso wel een paar verkopen. We kunnen dit niet eens doen, jongens. God. De chemistry is er niet. En als ik hier... naar mijn club. Only pick. Dat kan wel. Oké, dan ga ik kijken. Motta even weer verkopen. Voor 2k. Ik wil snel geld hebben. Ja, dat is oké. Okay. Ga kijken wat in de spelers zijn. Die we kunnen verkopen. Kopen op de transferlijst. Corona. Weet je wat? Ik quicksell ze allemaal. Huppa. Nou, dit was een hele lange serie, of een lange video, sorry daarvoor. Om is Thiago Motta ook al verkocht. Of lijkt dat zo. Het lijkt zo, maar als het goed is moet dit voldoende zijn. Ik doe dit live, dus dat zie je hoe wat het moeilijk is om te doen. Zonder enige hulp. Kabidinifs.
Die zag ik wel. Moet wel een goede kabinet in kopen. 2500. Dat die wil ik niet. Nou, 2500 prima. Alleen drie smurtens moet voor 2900 op me staan, anders moet ik weer wat verkopen. Nee, er moet wat weer wat gekeurd worden. Tenzij mijn speler is verkocht. Nee, het is niet verkocht. Gaan we kijken wat voor spelers in de rare league zijn. Huppa. Gewoon snel verkopen omdat het kan. Niet dat het moet, maar omdat het kan. Dus Hutchinson. Boom. Is dat klaar? Dan gaan we naar de transfers. Mertens.